de verte zie je nu de jacuzzi hangen. Willen jou en Lin een klein cadeautje geven? Daar gaat hij dan, het moment waar we eigenlijk allemaal op gewacht hebben. Hey. Ja. Hij gaat nu echt de lucht in. Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Wow. Oké, dit is echt het eerste dat ik het ook gelijk zie. Jongens en meiden, een hele goede morgen. Het is 8 uur 's ochtends. Ik ben net mijn bed uit. En je ziet daar een hele dikke rode kraan tussen de bomen. En ik heb hier wat in mijn handen. Want jongens, ik ga een helm opzetten. Want we zijn officieel op een bouwplaats op dit moment. Oké, dit zijn niet echt de beste helmen om te dragen. Maar kijk, het grappige is natuurlijk ook, zeg maar, als zo'n bad valt, wat heb je dan aan zo'n helm? Maar het is eventjes gewoon voor de veiligheid. Vandaag gaat het allemaal gebeuren. Er ligt hier nog een helm klaar. Mijn ouders die komen straks ook. Die zijn hier niet blijven slapen. Maar die komen straks ook kijken natuurlijk hoe het hier allemaal gaat gebeuren. Ik denk dat ze er over ongeveer een kwartiertje zijn. Want om 9 uur gaat dus echt het bad de lucht in. Die is op dit moment onderweg met vrachtwagens. Of in ieder geval, hij wordt vervoerd nu over de snelweg. En dat is natuurlijk ook weer een heel apart proces. Maar ik ga maar eens even lekker naar buiten, want ik wil echt niks missen vandaag. Ik hoop dat jullie allemaal weer super veel zin hebben in deze nieuwe vlog vandaag. Dit is echt een vlog waar ik al heel lang naar uitkijk. Dus ik ga even mijn Crocs aan doen. Ik ga er even langs lopen. Mijn ouders die hier moeten denk ik straks ook verder op parkeren. Zo. Ik mag er gewoon langs lopen ook, dus dat is ook wel fijn. Als ik de helm al op heb. Kijk dan ook hier nog. Jeetje. Dit is echt een ding. Oh, en die gaat er straks, ja, het is 40 meter wat hij volgens mij moet overbruggen. Die gaat hij straks door de bomen, daartussen er doorheen. En dan moet hij dus zo in de tuin komen. Maar ik ga heel even hier er langs lopen om te kijken of dus al het bad er is. Want volgens mij hoorde ik wel iets dat hij misschien al langs de weg staat hier. Maar dat moeten we even gaan checken. Oké, blijkbaar is het bad hier dus nog niet. Dus die komt denk ik nog iets later. Dat is ook wel het belangrijkste natuurlijk, hè. Daar gaat het allemaal om. Er is mij net verteld dat dit ding wat je hier dus nog op deze vrachtwagen ziet liggen. Dit stuk komt dus straks nog bovenop die kraan, zeg maar. Want anders gaat hij het dus niet redden. Dus het, het is eigenlijk nog een verlengstuk wat dus bovenop de kraan komt. Om dus daar het zwembad neer te leggen. De jacuzzi wordt vandaag trouwens ook gelijk weggetild. En die gaat dus ook naar nieuwe eigenaren. Dus dat is wel leuk dat die niet naar de sloop gaat. Maar gewoon inderdaad dat er andere mensen weer blij mee gemaakt kunnen worden. Die komen hem straks ophalen. En als het goed is tilt de kraan hem dus gelijk ook daar bij hun het busje op. En ik zei het net verkeerd. Het zwembad is blijkbaar wel aangekomen. Maar hij staat helemaal ergens daarachter. Dus die kan ik nog niet zien. Dat gaan we straks pas zien natuurlijk. Stop, stop, stop. Geen toegang. Je moet de helm op. Ja, helm op. Volgens mij liggen de helmen binnen. Oh, werkschoen is die nodig? Nee, ja, dit zijn stalen neuzen zijn maar dit. Dus, denk je dat die helm gaat helpen? Nee, ja, dat zeiden wij net ook. Als de bad op je hoofd dondert, dan gaat de helm niet helpen hoor. Dat denk ik ook niet. Nee. Maar ja, dat zijn de voorschriften. Ja, dat moet hè. Het is een bouwplaats. Ja, kijk eens. Daar staat hij hoor. Ja, ze zijn nog steeds bezig met opzetten. Ja? Ja, ze waren hier dus echt om 6:30 al jongens. Maar het opzetten van zo'n kraan duurt dus gewoon echt bijna 1,5 uur. Omdat je hem helemaal moet uitstempelen. En je moet er natuurlijk voor zorgen dat straks als dat bad er aanhangt, dat hij niet omkiepert. En dat zijn eigenlijk gewoon natuurlijk alle veiligheidsdingen die eerst geregeld moeten worden. Dat is het belangrijkste. Want het zal, tegengewicht. Ja, het zal je maar gebeuren inderdaad. Zo, dat ziet er beter uit. Ja, hè? Ja. Ja, heb ook een mooie helm op. Ah, het ziet goed. Mooi, hè? Doet hij goed? Ah, maar dat voel je niet. Nee. Nou, dus dat bad moet ook wel goed komen, denk ik. Zit hij helpen, ja. Kijk eens, er is hier ook iemand aangekomen die me vandaag gaat helpen met mooie beelden maken. Goedemorgen. Zo. Ik heb jou ooit een keer ontmoet op de, waar was het ook alweer, die auto? Bij de 100 auto live. Ja, klopt, klopt. Ja, ja, ja. Nou, je naam is Jamin. Jamin, hè? Ja. Jamin. Jamin gaat vandaag hele lijpe shots maken van de kraan, die straks dus natuurlijk het zwembad eroverheen gaat tillen. Je hebt een FPV-drone en een... Ja man, die... Je hebt ze mee natuurlijk. Ja, ja. Kijk. Een FPV-drone, dus daarmee... Heb je ze zelf gebouwd ook? Ja, ja, ja. Dat is de Dutch Drone God's Frame. Kijk eens jongens, dus, ja, hiermee gaan de beelden gemaakt worden. Ja, gewoon een DJI. Ja, 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 ja. Voor de stabiele shots. Nou, je bent lekker op tijd, dus dat is mooi. Ik ga jou even een helm... Oh, daar komt hij dan. Kijk. Daar komt de helm. Yes. Ja, de helm is verplicht. Super.
gedaan. Kijk. Hij wil net wat staan. Ja, die moet je op. Hij gaat niet mooi staan, maar... het is nodig, hè? Hij is toch nodig, ja. Inderdaad. Ja, het zijn niet de beste helmen, dit. Hij zit er wel, maar zit er ja, daarom. Het gaat, voor, het gaat ook niet helpen als het bad op je hoofd valt, maar... zo. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Je hebt hem ook lekker... Hij is groot. Ja, het is geen tophelm ding. Het is nu bijna 9 uur 's ochtends en je vertelde dat je uit Groningen helemaal komt. Ja man, ja, je moet het voorover hebben. Hoe laat ben je opgestaan? 6 uur. Oh, okay. Nee, 6 uur vertrekken. Dus. Oh, 6 uur, dus half 6 eruit. Eruit, ja. Woe! En dat allemaal voor mooie beelden. Nou, top. De speurtocht is naar het zwembad, maar Lin en ik kunnen hem nog niet vinden. Kijk van de vier trouwens ook, hè. Hier zie je ook helemaal die kraan er bovenuit steken. Ja. Oh. Boven de bomen zelf. Boven de bomen, ja. Daar zie je het puntje er bovenuit komen. Mooi hoor. Nee, blijkbaar staat het zwembad dus ergens verderop gestald in het dorp, denk ik. Dus die kunnen we nog niet zien. Ik ben echt benieuwd hoe groot die is. Oh. Ik zei net tegen Gio, ik denk dat als je die bak zo ziet staan, dat het echt nog groter lijkt, ja, in de grond. Ja, 10 bij 4, dus 40 vierkante meter. Ja. Dat is echt groot. We kunnen nu met de drone hier van jou, kunnen we echt zien hoe groot de afstand is. Hij gaat dus daar vanaf de straat in één keer helemaal naar daar worden getild. Ja, het is als het goed is allemaal berekend. Dus het, gaan mee, man. Het moet goed komen. Check de banden van deze vrachtwagen. Hoe moet ik het noemen? Hoog, ja. Ja. Hijskraan. Kijk eens. Ja. Hoeveel inch zal dit zijn? Het staat erop, denk ik. Ja. Wat is het? 95 inch, kan dat? Oh, sorry. Oh, maar die kunnen we onder jouw Range Rover. Past die nog? Ja, dat kan wel. Ja. Kijk, wat ik dus net al vertelde. Dit deel wat we dus hier net zagen. Dat gaat nu hier op de hijskraan eraan gekoppeld worden. Zodat hij dus de afstand haalt. Nou, dus zoals je ook kan zien, dat hele ding kan natuurlijk uitschuiven. Maar dit moet er dus nog op. Oh. We staan een beetje te kijken hier natuurlijk. Kijk dan. Er schuift dus nog een deel. Dus ook van dit ding schuift er ook nog eens uit. Die komt daar aan die kant. Dus nog langer. Plus dat dit kan uitschuiven. Het wordt echt steeds langer. 4 keer uitschuiven, hè? Zie je dat? Ja, dat klopt. 4 van die... Ja. Oké, okay, er staat hier ook een mini hijskraan van de buren. Oh. Hebben ze mee gespeeld. Wij zijn even de auto ingestapt, jongens. Want het duurt toch nog wel eventjes voordat die kraan staat. Het is nu 10 uur 's ochtends. Ze zijn dus echt al vanaf 6:30, zoals ik al zei. Je hebt je helm nog op. Ja. Doet Max Verstappen er ook altijd. Ja. Ja, dat is waar. Maar we gaan dus eventjes naar het zwembad toe rijden. Want die staat dus inderdaad helemaal aan de andere kant. En ik ben eigenlijk echt wel benieuwd hoe die eruit ziet. Straks breng je ze natuurlijk ook naar het huis toe. Maar ja, ik wil hem wel even zien. Want we hebben nog steeds het bad dus niet gezien. Dus we zijn met z'n allen. Hallo. Hallo. We gaan het zien. Wie heeft zijn gordel, Neil? Sorry. Oh. Jij ook. We zijn er. We zijn bij de rotonde waar ze hem dus moesten stallen, want hij kon niet dichterbij komen. Kijk, hier staat. Dit is ook echt de vrachtwagen van Starline. Ik denk dat hij die even af moet. Deze meneer die heeft dus vannacht in de buurt hier ergens overnacht. Met het zwembad al. Oh. Ja, ik wil hem even zien. Maar zodat hij er in de ochtend niet vroeg uit hoefde. Ik denk dat we eventjes gedag kunnen zeggen. Ja. Dit is hem. Kijk eens, momenten van plezier, jongens. Oh, wat een bad, hé. Goeiedag. Waterstel. Dit is hem. Starline. Nou, hé, hey, dat is niet niks. Nou, hij is wel heel groot. Ja, toch? Ja. Wacht, ik ga er eens even voor staan. Zal ik eens even voor gaan staan? Oh. Kijk. Zo kan je beter zien hoe groot hij dit is. 10 bij 4. Jezus, man. Waarschijnlijk nog wel iets groter, denk ik. Maar dit gaat er straks de lucht in. Oh. Ja, en die zit er nog een mooi zeil overheen. Dus ik ben benieuwd hoe die er... Ik ben ook benieuwd naar de kleur straks trouwens, als hetzelfde dus afgaat. Nou, dit is dus helemaal over de snelweg vervoerd. Oh, ik loop er nog eventjes omheen. Kijk eens. Wat een ding, hè? Oh, je kan aardige baantjes trekken hier. Een duikje erin. 2, 3, 4. Ja, je wil wel even bezig, hè? Ja, zeker. Het bad is dus 1,50 meter diep. Nou, ik ben 1,90 meter, dus dat betekent dat er ongeveer 40 centimeter over is. Nou, het is ook lekker diep, dus ja, hier kan je dat zien. Hier, ja, het is toch misschien best wel onduidelijk voor jullie om allemaal te zien, want je kan natuurlijk niet echt, je ziet niet echt qua maat hoe het is. En dan dat dit de lucht in gaat. Oh. Ik kan me echt nog niks bij voorstellen. We komen volgens mij op het goede moment terug, want ik zie dat de hijskraan hier dus weer uitgereikt is. Ja. Ik weet de juiste benaming niet voor. Uitgeschoven, inderdaad. Dat is het hoogste puntje, dus ik denk dat het bad straks ook echt eraan gaat komen.
Dus we gaan het allemaal zien. Daar komt hij. Ik krijg door via de mensen die hier met de drones in de lucht hangen dat hij eraan komt. Dus we gaan het zien. Hij is onderweg naar hier. Dan komt hij de verte. Spannend. Kijk eens, er wordt de straat hier ingereden. Mooi. Je zou deze vrachtwagen maar moeten besturen, jongens. Oh. Ik heb er altijd zo'n zieke respect voor hoe ze dat doen, die vrachtwagenchauffeurs nou, inderdaad. Dat zeg ik net. Dat is toch niet hoe weet je nou hoe dat moet? Ja, hoe stuur je dat in? Besef dat Melissa dit kan, hè? Die vriendin van jou, ja. Ja. Kijk, dat gaat maar net goed. Gaat echt vlak over het asfalt heen hier. Oh. Echt een vlak overheen. Zo. Hij is er. Even lachen, een foto. Dus ik heb afgezet hier met lint allemaal. Kijk, daar is hij. Nou. En nu nog het heftigste werk. Ik snap wel wat jij net zei. Wat? Nou, dat het... Ja, dat het nu gek is dat je toch gaat verhuizen. Ja, dat voelt heel gek eigenlijk. Dit is zo mooi al. Ja. Hij gaat straks losgekoppeld worden, jongens. Maar ik sta hier naast Jasper. Hallo. Hi. Wat een ding, hè? Ja, het is ongelooflijk, hè? Ja, deze baden gaan dus door heel Europa. Hè? Ja. Niet alleen bij jou in de tuin, maar ook Zwitserland, Duitsland, Engeland. Klopt. Wij zijn vaste transporteur voor Starline. Je hebt je bad gekocht bij Waterstaat. Ja. Maar de producent is Starline in België. En daar doen we eigenlijk alle transport voor. Ja. En op die manier staan we ook nu bij jou. Ja. Nou, onze chauffeur zei dat dit breed was. Ja, dat zei hij inderdaad. Want wij zeiden het, ik zei echt zieke respect van hoe die hem hier naar achter getild. Maar dit is gewoon peanuts voor hem eigenlijk. Ja. In Engeland en Zwitserland is het veel erger. Is dat zo, ja? Ja. Maar jij vertelde wel dat de afstand die straks inderdaad hier gedaan moet worden, dat is wel echt next level. Dat gebeurt niet... Voor Nederlandse begrip is dat veel. Het is bijna 60 meter vlucht. Dus, 60 meter? Ja, dat is echt... Normaal gesproken kunnen jullie hem ook gewoon met deze doen, toch inderdaad? Ja, er zijn heel veel baden die wij met onze kraan op de vrachtwagen in de achtertuin leggen. Oh, dat gaat het niet worden nu. Martin Meiland, bijvoorbeeld. Oh, echt waar? Ja, lachen. Dus, deze is zwaarder materieel voor nodig. Ja, precies. Wel, hoeveel meter gaat dat ding ongeveer? Dat is... Ja, over een huis kan. Over een huis, ja. Over een heg kan. Ja. Over een schutting. Ja. Maar helemaal over een tuin, nee. Dus, nee. Daar is wat meer van nodig. Ja, dat is wel duidelijk, jongens. De volgende stap die nu gaat gebeuren. Je ziet het, de kabels zitten aan het bad. En hij wordt dus straks even hier naartoe getild. Wordt hij daar neergezet en gekanteld. En dan pas daarna kan hij de lucht ingaan. Dus hij gaat nu niet gelijk in één keer daarheen. Heb je gezien hoe hoog het is? Ja, dat is niet normaal. Ik krijg het bijna niet eens op beeld. Nee. Kijk eens, echt daar helemaal in de verte. Ik heb niet echt een zoomlens. Ik krijg hem niet echt helemaal lekker op. Als je zo kijkt en je zou aan de run... Hoeveel meter zou dat zijn nu? Ja, dat zou ik willen weten, want ik heb het idee dat de Euromast is hier lager volgens mij. Nee. Ik heb een idee hier gewoon. Niet overdraaien. Idee heb je gewoon. Ja, maar het lijkt wel zo inderdaad. Omdat je die dan onder staat misschien. Ja. Je moet zo, echt zo ontierlijk omhoog krijgen. Ja, hè? Daar gaat hij. Kijk eens. Ja, hij gaat nog niet in één keer helemaal de lucht in, hè? Nee. Hij wordt eerst neergezet. Kijk, hij is los. Hij hangt. Dat doek wat erop zit, ziet er wel strak uit zo. Ik vind het mooi. Kijk. Uitkijken dat hij daar dat dak niet raakt. Maar dat gaat, als het goed is, net allemaal passen. Ja. Zo, dat is wel spannend ook. Ja, het blijft krap hier, hè? Nou. Kijk, ja, oh, perfect. Ja. Ah, die mannen zijn erin getraind, hè? Die zijn erin getraind, dat is toch wel hartstikke goed hier. Het past echt net allemaal precies. Kijk, daarachter is dus ook een veldje waar hij dus mooi op kan liggen. En dan daar komt hij precies goed erin. Dus je moet er ook gewoon maar net de ruimte voor hebben natuurlijk, hè. Die kraan gaat straks ook echt net langs die bomen daar. Ik heb het al een keer eerder in de vlog verteld. Eigenlijk, de andere optie bijvoorbeeld, als dit allemaal niet gekund had, dan had het dus een helikopter of iets anders geweest. Maar gelukkig kan het, nou ja, gelukkig, dat was super gaaf beelden geworden. Maar gelukkig kan het allemaal gewoon met de kraan. Dat is altijd even spannend, of niet?
Er is ruimte genoeg. Ja, hè? Er is nu ruimte genoeg. Ja. Ja, nee, dit gaat goed. Gelukkig. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar is het ooit in het verleden ooit een keer bij bedrijven fout gegaan? Nee? Nee, wel is dat we inderdaad, dat je erachter komt dat het niet past, hè. En wat gebeurt er dan? Een alternatief zoeken. Toch de helikopter laten komen. Toch de helikopter laten komen, ja. Nou, daar hebben wij gelukkig last van vandaag, jongens. Kijk, dit bedoelde ik. Hij wordt gekanteld, want hij moet natuurlijk zo straks erin gaan. 1800 kilo is het. 1800, ja. Ik dacht net 2100, nee, maar nu hoor ik 1800. Ik zou al gezicht een beetje kijken, dat ik, oh jee, dat heb ik een keer berekend. Hij is 1800 kilo weegt, dus ongeveer. Ja, en als hij nu op zijn kant gelegd wordt, zo gaat hij dus straks natuurlijk de tuin in. Maar dan moeten ze even die kabels er weer anders omheen doen. Ja, en dan gaat hij echt de lucht in. Hey. Oh, je kan hier zo lekker duikje maken straks, denk ik. Ik weet het, een bommetje. Ja. Ja, een bommetje gaat wel lukken. Kijk hoe mooi. Starline aan de zijkant. Je ziet hier ook al de leidingen en alles lopen. Gaaf toch? Ja, niet normaal. Zo, maar nu zie je ook hoe. Ik weet niet hoe hoog je kan staan. Ja, best wel hoog. Ja. Echt, je kan wel echt lekker diep erin hoor. Echt heel groot hoor. Tja. Oh. Ja, gigantisch. Daar gaat hij dan. Het moment waar we eigenlijk allemaal op gewacht hebben. Hey. Ja. Hij gaat nu echt de lucht in. Kijk hem hangen, jongens. Kijk hem hangen. Hij blokkeert lekker de zon. Zo, daar hangt hij. Ziet er gaaf uit. Wat een klus. Iedereen is op dit moment ook die kant op. Volgens mij moeten ze natuurlijk allemaal in de gaten houden hoe het daar gaat. Maar hij hangt nu dus boven de tuin van de buren hier. Kijk hem hangen. Ja, die mensen zijn volgens mij op dit moment ook niet thuis. Wat jammer, maar ze kunnen dit wel terugzien. Dus het is wel leuk. Het is toch even een zand dat ze boven de tuin hangen. Het geluid wat je hoort is de drone van Jamin die er omheen gaat. Oh, ik ben heel benieuwd naar die beelden. Maar hij hangt dus nog steeds boven de tuin van de buren, jongens. Ik denk dat ik ook gewoon lekker richting de eigen tuin ga, want dan kunnen we hem aanzien komen. Even kijken of ik hier een beetje tussendoor kan. Vanuit hier wordt hij natuurlijk bestuurd. Zo, dan gaan we hier. Iedereen is daar ook al. Dus we gaan. Check dit. Vanaf de andere kant. Daar hangt hij. Oh. Jongens, ik heb zo lang gewacht op dit moment. Ik was zo benieuwd hoe het zou zijn. Daar hangt hij. Hij komt steeds dichterbij en steeds dichterbij. Jongens, er staan blijkbaar ook buren met de verrekijker te kijken hoe het allemaal gaat. Ze vinden het allemaal wel mooi volgens mij om te zien. Hij hangt hier nog steeds. Het gaat natuurlijk allemaal heel rustig. Het gaat niet in een sneltreinvaart gelukkig. Hij draait rustig deze kant op. Om straks vervolgens hierin te komen. Er stonden de buren met de verrekijker te kijken. Ja, ja. Lachen. Ja, daar staan ze ook. Oh ja. Ja, waar zie je dit normaal? Dit zie je nee, toch? Dat je dit één keer in je leven ziet. Ja, ja. Alle beelden die je er tussendoor geëdit ziet gaan, jongens, van het huis, ziet er waarschijnlijk super gaaf uit. Je hebt zelfs het ding op. Oh, daar bestuur je het echt mee natuurlijk. Zeker. En je helm op, kijk. Helemaal perfect. Ah, hij hangt nu hier. Hij is er bijna. Hij gaat dus, zoals ik al zei, gedraaid worden. Want aan die kant zit nu de trap, volgens mij. Dus hij moet inderdaad nog deze kant op komen. Zodat je mooi vanaf het terras hier zo erin kan lopen. Bye. Nou, daar is.
camera. Hop. Kijk. Ja, hij gaat er echt helemaal tussendoor. Ik ga hem niet storen, jongens, maar deze man durft. Kijk op staan. Deze man durft helemaal in concentratie. Hop, dan gaat hij, ging er helemaal onderdoor er langs. Oh, hij gaat er zelfs onderdoor. Hij gaat met de drone zelfs onderdoor. Hè? Hey. Heel vet. Echt ik vet. Gewoon onderdoor. Ja, die beelden inderdaad. Complimenten. Ik zou het echt niet durven. Je weet het, hè? Droombaas. Ja, ja. Hij gaat steeds lager en lager en lager. Wat zijn jullie nu aan het uitmeten hoe die precies moet... Ja, zeker. Vanaf daar eerst. Ja. Dan gaan we hem zo mee. Ja. Er wordt hier, als je goed kijkt, zal ik erop inzoomen, hier een lijntje gespannen nu en er wordt daar ook wat besproken. Wat zijn ze nu precies aan het doen? Dat kun je het best uitleggen. Ja, zeker. Nou, wij zijn op dit moment een lijntje inderdaad aan het spannen. En dat zetten we precies op het midden van het bad, zodat je bad mooi precies in het midden van het terras komt. Ja. Ja, dan krijg je gewoon een super strakke afwerking straks. En de ruimte die hiervoor is gelaten is voor de terras, de nieuwe terras tegel. Ja, klopt. Er komt nog een mooie ring of tegel erop. En je houdt wat ruimte over, want er gaan straks zand cement tussen starten. Ja. Dat wordt keihard. Zodat we de druk goed verdelen van de binnenkant en de buitenkant van het bad. En het, ja. Gaat het water er straks ook in? De eerste? We gaan straks al de eerste water erin. Oké, ik ben benieuwd. Zeker, ja. Dat, springkussen. Dat gaat mooi worden. Kan je er al in dan? Of niet? Jazeker. Als je helm ophoudt, dan kan je daar. Echt? Ja, zeker. Oké. Okay. Jongens, we zijn even heel snel naar de supermarkt gegaan. Maar kijk, in de verte. Wacht, ik moet het even met mijn telefoon filmen. Als mijn pa belt nu. Even kijken, dit is wel lachen om te zien. In de verte zie je nu de jacuzzi hangen. Hey. Oh, hij hangt daarachter. Mooi dit. Oké, we gaan snel naar huis. We hebben eventjes wat te eten gehad voor iedereen. Maar we zien de jacuzzi mooi hangen. We komen net op tijd terug voor het laatste stukje. Hier gaat hij opgeladen worden. En dan gaat hij mee. Met u? Ja. Mooi toch? Ja, geweldig. U gaat hem ombouwen ook, hoor ik, of niet? Een beetje... We gaan hem even heel mooi renoveren. En ja? Dan gaan we weer mooi zo maken. Ben benieuwd. Nou. Hij is op zich nog niet eens slecht staat. Dus... Nee, toch? Het valt mee. Leuk zo maar. Gelukkig. Nou, hij gaat hier mooi oppassen. Dan komt het helemaal goed. Hij stuurt een mooi fotootje als het helemaal klaar is. Hè? Dan, ik stuur een filmpje met de kinderen en alles. Ja. Ja. Top. Ja. Super. Ja. We willen jou en Lin een klein cadeautje geven. Dit natuurlijk voor de dames en je moeder ook. Nou, en super. Dit voor de heren. Dankjewel. In jouw Gio XL mailbox. Ja? Er staat nog een hele leuke loetjebon klaar. Oh, echt? Oh, wat lief. Hopelijk dat ze maar smaakt. Nou, super. Dankjewel. Ja, ik hoop dat jullie... We gaan er heel veel plezier van hebben. Gaat helemaal goed komen. Mooi. Nou, top. Dankjewel. Ja, en er gebeurt gelijk van alles hier. Kijk, het zeil wordt eraf gehaald. Dus dan kunnen we ook hier zien hoe die eruit ziet. Grijs, jongens. Ja, dit is mooi, hè? Dit is dus de kleur geworden van de binnenkant van het bad. Dan kun je dus ook nog uitkiezen. Je kon bijvoorbeeld spierwit doen, grijs. Nou ja, dit soort grijs. En gewoon allerlei andere tinten. Maar dit is hem dus geworden. Heel mooi. Er wordt ons net verteld. Dat is echt heel gek als je erover nadenkt. Eén zo'n zak die je daar ziet staan. Die weegt ongeveer net zoveel als het hele bad wat je hier ziet. Het scheelde 100 kilo? Een kleine 100 kilo, ja. Kun je nagaan. Dus dat bad weegt eigenlijk helemaal niks. Nee, toen, ja, het is zwaar, maar... Ja, ik wil hem niet meer. Als het daar te vergelijken is, dan... dan valt je hoofd krijg je ook. Ja. Er wordt nog meer namelijk hier ook getakeld. Het roldek is eroverheen gehesen. Ik weet even niet de goede benaming. Is ook niet belangrijk. Mensen weten wat ik bedoel. En dit zijn ook nog dingen. Ja, wat hier allemaal in zit, geen idee. Maar het is allemaal belangrijk. Zo, en de mannen zijn allemaal weg. Jongens, en kijk eens, er is wel een vrouw nog hier in huizen. Hallo. Wat heb je allemaal gehaald, jongen? Heb je lekker een snoepzak gehaald? Deze heb ik helemaal zelf samengesteld. Zo, lekker bij de kruidvat, of niet? Nee. De ethos. Bij de candy shop. Oh, echt waar? Ik mag echt een hele snoepwinkel. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Dat is echt de droom toch van vroeger? Ik zag zoveel lekkere dingen, Gio. We moeten echt een keer terug samen. En je hebt een mooi pot gekocht om erin te doen. Ja. Heb je dit echt gekocht? Oh, we hadden ook nog gewoon zo'n kapot volgens mij. Ja, maar dan heb ik er eentje voor mezelf. Ja, echt snoeppot. Ja. Nou, lekker. Ik ga even lekker douchen, jongens. Heb ik vanochtend ook gedaan, maar ik ga even mijn haar wassen. En het is ondertussen 4:30. En kijk, ze zijn dus nog steeds bezig met de kraan. Zie je? Nog steeds staat hij daar. Maar het duurt dus blijkbaar ook weer echt 2 à 3 uur om alles dus weer in te schuiven, af te takelen. Echt een hele operatie is het. Want het bad is, ik denk al 3 uur geleden geplaatst. Maar ze zijn gewoon nog steeds bezig met heel veel dingen inschuiven en alles weer terug te doen.
best wel interessant. Ah, lekker, heerlijk, jongens. Helemaal top. Kijk, het is weer helemaal leeg hier. Ja. Eindelijk. Het heeft lang geduurd. Zo, het is nu 7:10. Ze zijn waarschijnlijk wel eerder weggegaan. Daar heb ik niet de hele tijd mee in de gaten gehouden, maar het is helemaal lekker leeg. En Lynn en ik gaan even lekker wat eten. Wij zouden ook bij onze opa en oma, of bij mijn opa, zo, niet bij onze, bij mijn opa en oma kunnen eten. Maar ik heb een verrassing voor mijn opa, dat ik morgen in de vlog jullie ga laten zien. Dus daarom kunnen we pas morgen bij hun. Dus ik moest even een smoesje verzinnen waarom we vandaag niet konden komen. Maar dat zien jullie allemaal pas morgen in de vlog, dus het wordt echt leuk. Dus vandaar, we gaan uit eten en dus niet naar mijn opa en oma. Ik wil nogmaals trouwens echt even een dikke shout-out doen naar Jamin vandaag, als ik zijn naam goed uitspreek. Want die beelden zijn zo gaaf geworden van die hijskraan. Niet normaal. Nou, ah, daar ga je weer. Ik zei het ook. Niet normaal. Nee, maar oprecht, super mooi. Ja, echt heel mooi. Dus ja, ik hoop dat jullie ze ook gaaf vonden. Ik vind in ieder geval dat het echt een vlog gemaakt heeft. Als ik die beelden niet gehad had, had ik het niet zo'n leuke vlog gevonden, denk ik. Of tenminste, ja, natuurlijk wel leuk, maar niet zo gaaf. Niet zo mooi als de beelden nu. De gaafste zijn toen hij die bril op had. Dat deed hij ja, super snel. Ik gewoon, die ging gewoon onder het bad door en eroverheen. En echt bizar. Kijk eens even, jongens. Een zeppelin. Gaan die dingen ooit nog de lucht in? Bestaat dat nog? Ik weet het niet. Ik heb het echt nooit meer gezien. Geen idee, jongens. Ik zie het hier ineens. Het is een foto van Oud-Rotterdam. We zijn hier namelijk even in de haven. Best gezellig hier. We gaan hier dus uit eten. Maar een zeppelin. Dat heb ik echt al zo lang niet meer gezien. Ik weet echt niet of die nog opstijgen überhaupt. Ja, we zitten lekker. Lekker bij het zusje. Lekker. Niet met mijn zusje. Ja, je hebt carpaccio en ze hebben hier zoveel lekkere dingen, jongens. Kijk dan eventjes. Ze hebben hier gamba piu piu. Nou, dat vind ik dan niet lekker, maar Duitse biefstuk. Hier, schnitzeltjes, sperrips. Egg Benedict. Ja, Egg Benedict. Dat is zo lekker. Ja, dat is goed, hè? Nou, ze hebben hier dus ook Mexicaanse nachos, chicken en waffles, kibbeling. Ze hebben zelfs kibbeling. Weet je welke lekker is? Dit. De mislukte appelcake. Dat proeft gewoon als de cakebeslag, maar dat is wat je kan eten. Als een appelcake, zo lekker. Lekker, lekker, lekker. Ja, goede kaart. Kijk eens wat lekker. Carpaccio, soep, bitterbal. We gaan gewoon lekker delen. Steak tartar. We gaan alles delen gewoon. Lekker. Top. Volgende gerechtjes. Lekker. Kijk eens. Ex-Benedict. Kroketje. En ik heb dit. Ossehaaspuntjes. Lekker. En een soort van bouwelpun. Oh. Mijn gerechtjes. De classic USA burger. Het lijkt een beetje op een burger van een McDonald's dit. Cheeseburger. En wrap. En die van jou. Die van mij. Kip en... Ja, chicken waffle is dit. Dat is echt een beetje Amerikaans volgens mij. Chicken waffle en een Black Angus kroketje. Ja. Ik smaak het. Smaakt het. Jeetje, het houdt niet op. Nachos, dit is een soort van pasta. Jij hebt weer vlees. Kip en groenteloempia. Loempia's. Oh. Groenteloempia. We eten goed. We eten goed. We eten goed. En om het even mooi af te sluiten, de toetjes. De toetjes. En je hebt ook nog een bitterbal genomen. Ja. Lekker. Ik hou altijd meer van hart en dan van zoet. Van hart? Hartig. Oh, hartig. Nou, we zitten weer lekker terug in de auto, jongens. Het was echt heel lekker. Ik heb al het eten laten zien. Echt al het eten wat we opgegeten. Ja, elk gerechtje wat we opgegeten hebben. We hebben veel op, maar niet extreem veel. Nee, maar wel alle gerechtjes... Die we wilden. Ja, die we wilden inderdaad. Echt koos. Wat is dit? Wow, dat ging heel snel. Een flinke unit. Een flinke unit. Ja, jij zegt de airco, maar dat moet een hele grote airco zijn. Er zat zo'n draaiding op. Ja, ik zag het. Het was uitzonderlijk vervoer. Dat was het zwembad trouwens ook. Dat was ook op een uitzonderlijk vervoer truc. Dat was wel lachen. Wat staat er dan achter op het bordje? Convoy exceptionel. Ah, ja. Wat? Ah? Hoendat? 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 Zo, mevrouwtje dacht even, ik zet hem even schuin neer. Want ik heb geen zin om nog één keer extra te steken. Hoe bedoel je? Nou, zo schuin. Zo jongens, ik wil even een dikke shout-out doen aan de mensen die tijdens het eten net gewoon heel netjes gewacht hebben tot we klaar waren. Daar hou ik echt van. Ik zeg heel eerlijk, ik haat het als mensen tijdens het avondeten, als we uit eten zijn, naar ons toe komen. Dat vind ik echt heel vervelend en dat klinkt misschien stom. Maar tijdens het avondeten is gewoon kut. Maar als je daarna komt inderdaad en netjes gewacht hebt, dat vind ik altijd, kan ik echt heel erg op prijs stellen. Dus dankjewel daarvoor. We zijn er. Voetbal kijken! Het is donker, het is donker. Hallo mevrouw. Zo, wat een ruimte nu die jacuzzi weg is. Hé, hey, dat is echt lekker. Beter of niet? Ja, ik had er eigenlijk nog niet echt goed naar gekeken. Nee, maar nu kan je het wel goed zien. Ja, tijd voor de nieuwe tuinset. Oh, ja, die komt ook bijna jongens. Oeh. Dat is ook al bijna. Ja, dat is een paar dagen nog. Dan is hij er. De nieuwe tuinset, dat gaat ook echt mooi staan. Nou, het is dus alweer lekker donker. We hebben even tv gekeken, even voetbal gekeken dus.
Maar ik wil nog even checken. Ja, het is echt een betere, lekkere ruimte zo. Ja, en morgen gaan we het zien met water. Als het goed is. Ik heb gisteren een stukje op de piano gespeeld, jongens. En jullie vonden het mooi. Dus we gaan weer een stukje spelen. We hebben namelijk geoefend. Ik kreeg veel leuke reacties van jullie. Dus ik... schat, als je het goed vindt... komt ie. Dan laat je het weten, ja? Oké. Okay. Als ik dit vaker moet doen, laat het achter. En of jullie het goed vonden klinken, ben ik wel benieuwd naar. Ik kreeg gisteren heel veel positieve reacties van jullie. Yeah. Romantisch, hè? Hey. Romantisch. Echt een romanticus, of niet? Echt romanticus. Speel je voor mij, toch? Ja. Jongens en meiden, dit was de vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. En ik vond het in ieder geval echt super gaaf om ons te zien nogmaals vandaag. Het was echt een hele belevenis en dit ga ik niet heel snel nog een keer meemaken, denk ik. Dus daarom vind ik het super leuk dat het allemaal op beeld staat. Omdat ik het ook vandaag met jullie allemaal kon delen. Dus laat het lekker achter in de reacties. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen om 9:30 bij weer een nieuwe vlog. En dan zeg ik nu, later.